Hoi en welkom bij een nieuwe intervaltraining van Sportcentrum Olympos. Ik ben William. Wat je vandaag nodig hebt is een matje en een object. Wat het is maakt niet uit als het maar een klein beetje van hoogte is. En dan gaan we zo beginnen. De workouts duren ongeveer 45 seconden. En heb je daarna 15 seconden rust. Het zijn alleen maar buikspieroefeningen, core-oefeningen, hoe je ze wil noemen. Het gaat vooral om dit gebied. Zijn jullie er klaar voor? Ik wel. Ik ga mijn tijd aanzetten en we starten in 10 seconden. Dus we beginnen in de plank. Nou, je mag op je knieën of op je tenen. En we starten nu 45 seconden. Nou vol. Voor de rest hoef je niks te doen. Ja, vooral ademhalen. Maar dat is eigenlijk vooral het enige wat je nu moet doen. Zorg ervoor dat je rug recht is. Dat je de positie houdt. Ga niet in je schouders hangen. Maar duw ze mooi uit. En probeer je nek recht te houden. Rug recht. En hou vol. Je bent al over de helft. Van deze oefening. Nog 15 seconden. Hou vol. Nou, we gaan het steeds een stapje moeilijker maken. Dit is de makkelijkste. 45 seconden planken. Nou, kun je dit niet? Hak hem dan in stukjes. Nou, de 45 seconden zijn om. We beginnen nu met een side plank. Mag je op je knieën of op je voeten. Zorg ervoor dat je je rug recht maakt en je heup goed de lucht in duwt. Voor de rest hoef je niks te doen. Je houdt hem gewoon zo vast. Op je knieën ziet hij er anders uit. Breng hem gewoon daarheen of je doet één been de lucht in. Ik ga weer terug op mijn voeten. Zorg ervoor dat je eigenlijk één lijn kan trekken in je heupen. En hou hem nog even vast. Heup goed omhoog duwen. Rug goed recht maken. Zodat je genoeg spanning hebt. Nou, nog 5 seconden. Hou vol. Nou, 15 seconden rust. En die rust ga je wisselen van kant. Zodat we de andere kant ook even doen. Leg even op. Het object opzij. Dus op je tenen. Rug is recht. En je duwt jezelf omhoog. En start. 45 seconden. Duw jezelf op. Zorg dat je schouders in één lijn zijn. Je heupen in één lijn. Probeer je elleboog niet te ver naar boven te zetten, maar goed onder je lichaam. Nou, nog een half minuut. Eitje. Nou, 20 seconden. Hou vol. Goed je heup op blijven duwen. Heup recht. En als je nu nog niks voelt, dat komt zo meteen pas. Als je nu wel wat voelt, lekker bezig. Nou, en rust. De volgende. Dus je gaat liggen. Rug tegen. En wat je eigenlijk doet, is je gaat helemaal gestrekt liggen. Armen liggen achter je. Benen liggen ontspannen. En zometeen het enige wat je doet is je bekken kantelen. En dat hou je eigenlijk vast. Probeer eigenlijk je schouderbladen los te brengen. Je rug tegen de mat aan te duwen. En je benen gestrekt. Nou, kom aan. Nog 30 seconden. Hou vol. Je moet kunnen blijven ademen. Lukt dat niet? Ontspan je gewoon. En breng hem zo meteen weer terug op spanning. En hou het gewoon even vast. Je hoeft het niet die 45 seconden vol te houden. Als je het wel kan, top. Goed je schouderbladen los. Armen naar achter. Oké, 15 seconden. Gaan we naar een burdock. Zorg ervoor dat je rug recht is. En we doen een hover, dus je knieën komen zo los en je houdt hem eigenlijk zo vast.
En wat je eigenlijk vooral probeert, is je rug recht houden. Ga niet in je schouders hangen. En probeer je nek in het verlengde van je lichaam te houden. 20 seconden. Nog 10. Houdpool. En dan hebben we daarna hebben we de statische houdingen gehad. En dan gaan we bewegen. En dat is het belangrijkste. Dat je ook kan bewegen tijdens buikspieroefeningen. Oké, 10 seconden. Gaan we door naar de volgende. En dat is een plank van hoog naar laag. 45 seconden lang. Oké, gaat ie. Dus vanuit hier ga je omhoog. Ga je terug naar beneden. En als dat wat moeilijker is, dan doe je hem op je knieën. Maar als je het kan, op je tenen. Naar beneden. Ja, terug omhoog. Het belangrijkste is dat je zo min mogelijk met je heupen gaat draaien. Dus je probeert hem stabiel te houden, terwijl je naar beneden en naar boven gaat. Merk je dat je heel veel draait, doe hem dan op je knieën. En probeer alles zo stabiel mogelijk te houden. Kom aan, nog 4 seconden. 3, 2 en rust. Oké, volgende is een sideplank. En die mag je op je knie doen. En wat je er daarbij gaat doen, is eigenlijk je been heffen. Rug recht. 45 seconden. Kom aan. Heel goed. Zorg ervoor dat je rug recht is. Teen wijst naar de muur. Of in ieder geval recht vooruit. Zodat je goed je bilspieren kunt aanspannen aan de achterkant. Daarnaast werkt de andere kant op een statische manier. Klaar, nog 15 seconden. Hou vol. Is deze wat lastig, kun je hem altijd nog zo pakken. Dus in een klemvorm of in een straight leg raise. Hou vol. Oké, wissel van kant. In 5, 4, 3, 2, 1, start. Gaat ie. Juist. Duw jezelf goed op. Hou je rug recht. En je tenen naar voren wijzen. Hou vol. En als die weer lastig is, knie op elkaar. Voet op elkaar houden. Voeten naar achter. En dan draai je hem eigenlijk open. Dus goed. Op blijven duwen. En dan kun je wisselen in van wat je wil. Je kan ook gewoon zeggen, ik doe een sideplank alleen. Als die gewoon te lastig is om je benen bij te bewegen. En omhoog. Oké, en rust. Volgende is een dead bug. Je gaat liggen. 94 graden. Armen recht omhoog. En wat je doet is wisselen in een schuine lijn. En start. Dus arm naar achter. Ook weer belangrijk dat je goed druk geeft tegen de vloer. En dat je dat vasthoudt. De schouderbladen komen een klein beetje los. En je houdt hem eigenlijk. Rug tegen de mat aangeduwd. Vijftien seconden. Hou vol. En dan gaan we naar de burdock. We doen hem weer hoger. Dus knieën los van de grond. En wat je gaat doen is ons de beurt een been strikken. Zorg ervoor dat je er niet in gaat hangen. Dus dat je
hem open draait, dan kun je deze makkelijker voor hem nemen. Is je knieën van de mat, of je voet van de mat af, knie op de mat. En naar achter, zorg ervoor dat je rug recht is. Vind je dat te makkelijk, kun je hem omhoog. En hou hem stabiel. Nog 15 seconden. Hou vol, we zijn er bijna. Hierna nog 2 minuten. In 5, 3, 2, 1, rust. Oké, nou. Komt de volgende. Je gaat gewoon zitten. En wat je doet is helemaal naar voren. En bewegen met je benen. Flutterkicks, gaat ie. Hou spanning. Probeer niet in je rug te gaan hangen. Rug recht, spanning erop. En bewegen. Hou vol. En als je kan, zonder. Maar als je gaat, hangen erin. Mag je lekker leunen. En als het gaat, kun je je handen los. Kom aan, nog 15 seconden en zoveel mogelijk. 10. In 5, 4, 3, 2, 1. En dan gaan we naar de laatste. Daar hebben we het object voor nodig. En wat je doet is vanuit hier eroverheen tik je hem aan en tik je hem aan. Zorg ervoor dat je er recht voor ligt. Gaat ie, 45 seconden. Tik aan, maar leun er niet op. Gaat over het object. Halve minuut. Is de laatste. Hou vol. En anders, ons de beurt. Is dat makkelijker dan dat je ze allebei tegelijk doet. Nog 10. Hou vol. In 5, 4, 3, 2, 1. En dit was het. De buikspieroefeningen van 12 minuten. Succes bij de volgende oefeningen. Tot ziens.